Hallo mensen, welkom terug in Prison Architect. En vandaag gaan we weer verder met de campaign. Wat ik vind dat ze moeten renamen, hernoemen naar tutorials. Want dat is het eigenlijk. De laatste keer met de eerste death row. Toen ik die video nakijk, dan dacht ik echt van... Oké, dit is gewoon echt een tutorial voor als je begint met het spelen. Maar, nonetheless. We gaan gewoon lekker spelen met Palermo. Palermo, a massive fire has destroyed this prison's kitchen and canteen. If you don't find a way to feed the inmates quickly, we'll have a full-scale riot on our hands. Solve the food crisis, then rebuild the kitchen and canteen. Oké, wat er dus is gebeurd. De kantine en de keuken zijn gewoon helemaal verwoest door een brand. En ja, als we nu niet die gevangenen gaan voeden, eten gaan geven, dan worden ze boos. En dat willen we niet, want we hebben niet genoeg guards. Want we zijn arm. Maar goed, we gaan gewoon spelen. Oh, vuur! There's a crisis brewing at one of our other facilities. Someone started fire in the prison kitchen. Priority is to put it out, stop any casualties and prevent more damage. Use the emergency service button in the toolbar to call the fire brigade. Get this fire under control before it burns the whole prison down. Okay, emergencies. Ja, brandweer, kom. Brandweer. Tatu. Ze zijn ook allemaal moe, dat is handig. Ik heb hier nog nooit goed naar gekeken. Moet ik jullie dan hier naartoe? Wijzen. Oh, wacht. Click right mouse to order your fireman to move their... Fireman will aim hostess at one of the nearby fire. Press H to aim their hostess manually. Oké, dit gaat een kutwerkje worden. Allemaal hierheen. Oh, geld. Wow. Dit gaat echt heel hard. Ja, hup. Oh, wacht. Ik had ook gewoon hier kunnen zeggen dat jullie daarheen moeten. Waarom zijn hier maar 3 mannetjes? We hebben er toch 6? Ik bedoel 8. Oh, god. Als ze dat vuur gaan staan, worden ze injured. Waar zijn die anderen dan? Oh, wacht. Oh, die stonden gewoon nog lekker daarop. Wat handig. Jullie mogen dan hierheen gaan. Oeh, dit is best leuk. Dat zelf richten. Oké, gaan we hierheen lopen. Zal het vuur daar even blussen. Oké. Oh nee, de andere. Jullie mogen hierheen gaan. Ik heb zo het gevoel dat dit een lange tijd wordt. Ik bedoel, een lange video. Dat gevoel heb ik gewoon. Jullie mogen even hierheen gaan. Oh ja. De andere, hierheen gaan. Volgens mij is het vuur praktisch uit. Zijn er nog ergens vlammetjes? Oké. My god, there's a survivor in the wreckage. Het is een gevangene. Crash to the crutch. It's Don Palermo. Follow the inmates. It just had to be our mob boss. Oké. Hij is unconscious. The bad news for him is that budget cuts have meant we had to sack all permanent doctors. The good news is our infirmary is still usable. Hire a couple of doctors and they'll take care of Don Palermo while we sort this mess out. Ik weet ook gewoon niet wat voor stem ik aan hem geef. Het is gewoon een beetje vaag, maar het is goed.
We need to clear up this mess. Use the bulldozer tool to demolish the ruined canteen and kitchen. You need to remove all the debris. Okay, debris. Designated garbage zone. Okay. Our workmen will dump the wreckage there for the garbage trucks to dispose of. Finally, can I send those firemen home now? That they've... Oh. Okay. Jullie worden een beetje... Ik word een beetje gek van je. Rooms. Garbage. Waarom? Oh, ik had gewoon de verkeerde kamer ingesteld. Oké. Okay. Ik zal 4 dokters nemen. Hoeveel? Oké. En dan nu de bulldozer. Haal dit allemaal maar weg. En dan nu dat. En we versnellen de tijd. Zodat alles hopelijk wat sneller zijn gang wil gaan. Oh, wacht. Ik moest deze tool gebruiken. Zo, oké. Verkeerde instelling had ik gebruikt. Oké, de buizen zijn ook lekker kapot. Oké. En elektriciteit. Ging ooit hier erin? Zo, dan komt er zo ook meteen weer elektriciteit en water hier binnen. Maar dit heeft blijkbaar nog niet gewerkt. Oh. Huh? Waarom werd dat niet al gedaan? Nou ja. Hello, CEO. Good work. Let's check up on our casualty. Beep. Het is Two-Face. Wat komen die gevangenen hier doen? Dat Barlemma, how are you doing? Oh, hij gaat dood. Don Palermo. Oké, dat was een beetje succes. Sony Parker. I think he's trying to say something. Each of you cocksucking, faggot banging, red piss motherfuckers did this. You're now on their destroyer, papi. It was an accident. He's dying on me. Nee, dat stond er niet hoor, dat bedacht ik mezelf. Show your stinking mouth and listen good to both of you. If I knew which of your fucktards had started the fire, I'd snap your stinking neck. But my time is done. I'm going to die in this fucking bed. And there's family business to run. The Palermo name is all we've got left. So you do your honorable thing, you dirty piece of shit fucks. Capiche? Zo lekker de muziek. We know what you do, paps. Andere stem als daarnet. Maar goed. Laat me. Ik ben ook maar een mens. Zo hard klopt volgens mij nog steeds hoor, maar... What the fuck back? Dus is het over, Nico. Zo. De sound effects. Wat was zijn stem ook alweer? Een soort van Amerikaans of zo. Without food, its inmates will be tearing the walls down within a couple of days. We've got to secure the prison before we end up with a riot on our hands. This is the deployment screen. From here, you can control detectable
Deployment of all your guards. Deploy a spread of guards to all cell blocks and rooms. Assign 10 guards to the stations around the prison. That should be a sufficient show of strength for now. I also want to patrol around the inner courtyard when we'll be building the new facilities. Anytime you're unsure what to do, highlight the objective and you'll see additional instructions. Okay. Deploy 2 guards around the prison. Yeah. Okay, dan zitten we nu bij alle cellen. Zijn dus nu mensen. Oh, nee. Gewoon 1. Hoe werkt het nou? Open de deployment screen, then select patrols. Click and drag to draw your patrol routes. Oh, oké, zie je, ik moet wel dat doen. We've a lot of work still to do. We need to turn our attention to replace the kitchen and canteen. First, we need to rebuild the kitchen. You need to install several pieces of equipment and hire some chefs. Once that's done, build a new canteen. Once you have all that completed, the chefs will automatically start preparing meals for the entire prison. Okay. If you aren't sure... okay, ik weet het al. Skip. Okay. Dan moet ik eerst een fundering maken. Er zit geen prijsverschil in, dan maak ik de mooiere. Wat was de keuken, wat was de kantine? Ik denk dat dit de keuken was. Was die zo groot? Maar ik zal hem zo groot gaan maken. En dan maak ik de kantine zo groot. Oké. Objects. Large jail door. Die komt dan hier. En er recht tegenover. En een staff door. Aan deze kant. Nee, mijn eigen gevangenis had ik nu gezegd dat u er automatisch moet te werken. Maar ik weet niet of dat hier ook al ingebouwd zit. Maar laten we maar weer dit gaan bouwen. Oh, god. Oké, 12 vierkante meter. Dat wordt denk ik wel gedaan. Nou ja, oké. Hopelijk is het groot genoeg. En sorry voor de microfoon. Ik wil alleen ook nog eentje zo gaan brengen. Oh, laat maar. Deze mag dan zo gaan lopen. Oh nee, hier wil ik iemand hebben, daar wil ik iemand hebben, daar wil ik iemand hebben. Dit is gewoon nog niet af, lijkt het. Maar goed. Oké, dat werkt dus allemaal. Er is nog geen voedsel. Man. Oké, objects. Ik leer nu wel echt dingen. Improve the kitchen floor. Ik wil iets waar ze snel op kunnen lopen. En wat binnen is. Dus dat gaat daar wel mee werken. Alleen, dit is mooier. Dan moet... water. Jij moet hier aan geconnect worden. Dus dat wordt nu gedaan. En ik moet 8
kokken inhuren. Oh, ik weet dat jullie honger hebben. Oké. Objecten. Serveertafel. En deze kant. Dat ook. 6 tafels. Dat is nu gedaan. Shit. Die staan niet goed. Oh jawel, die staan juist wel goed. Deze staan niet goed. Dus daar. Oh, daar en daar. En dan bankje. Bankje, 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 bankje. Bankje, bankje. Waarom is dit nog niet gedaan? Oh, omdat daar onder nog eentje moet. Oké. Wat moet ik nog doen? Place binnen in de kantine. Oké. Kantine is klaar. Woe! Dit is allemaal nu klaar. Oh, de CEO is aan het bellen. You would not believe what I've just been told. What? Our guys were dumping some old foodstuffs. They discovered packs of narcotics and bottles of alcohol hidden in the crates. We suspected the Palermo family of smuggling into the facility for some time now, but we'd never been able to determine how. Some days it doesn't just rain, it pours. Don Victor Palermo, boss of one of the East Coast most feared mob families. The Palermos eluded the FBR for decades. Anthony Palermo, the Don Salas son, and natural heir, ran the day-to-day operations. Nico Tamaretti wasn't a made man, but was welcomed into the family business when he married the Don's only daughter, Vitalia. Sonny Palermo, the Don's second son, he runs off the litter, temper like a pitbull and only half as smart. Their empire ran a narcotics trade from Maine to Florida. It was until Anthony got caught in a flagrant delicto. Dat was de vorige! Shot dead by a jealous husband. Unfortunately for the family, police at the scene found 12 kilos of uncut cocaine in Anthony's sports bag. En die evidence led straight to the top. Kijk, nu is meer een bekakkingetje. FBI, get on the floor! Overnight, everything the Palermo family had built up crumbled to the ground. The FBI had everything they needed to ensure that they'd all rot in jail. Doei! En die vrouw mag lekker blijven staan. Which leaves Italia, the Don's daughter, the only living member of the family, who is behind bars. We didn't know much about her, other than she was always kept outside the family business. But somebody on the outside must have been sending those drugs in. Ja, hij leeft nog! We could have quite a serious narcotics problem on our hands here, but we can't deal with that yet. We've got our kitchen and canteen up and running. Our chefs will work on preparing food for everyone, which should cool things down. I'm concerned that fire was clearly deliberate, and we don't want to repeat of that. Install a sprinkler system over the new kitchen and canteen and connect them to the water mains. Wat hebben ze nodig? Hygiëne, recreatie en eten, oké? Een sprinkler systeem. Sprinklers, waar staan die tussen? Niet hier. Hier, sprinkler. Zo, even snel doorwerken. En daar. Connect the kitchen sprinklers to the water. Connect the canteen sprinklers to the water mains. Oké. En dan een grote buis. Hier naartoe.
En dan nu. Deze nog. Oké. Dan gaat die nu allemaal connecten. Handle the footage of your prisoners. Recreatie, hoe kan ik daarvoor zorgen? Nou, gewoon bij elke cel. Iets neerzetten. Waar is iets mee kunnen doen? Hopelijk lost dat een beetje op. Waarom staat deze niet aangesloten? Oh. Omdat ze dat nog moeten doen. I see. En puur voor de OCD doe ik hier dit. We've had an incident in the showers. There's a body. Hoe lang gaat dit toch door? Oké. Ja, skip maar gewoon. Ja, in welke douches? Oh, hier. Oké. Click to trigger the next chapter of the story. Dat ga ik dus niet... Oh, er zijn ook gewoon te veel gevangenen. Ja. Ze nemen ook gewoon nog in. Aan, bedoel ik. Dan krijg je dat te veel gevangenen. Maar goed, zoals ik al zei, ik ga hier niet mee verder. Ik bedoel, ik ga er wel mee verder, maar niet nu. Want dit is het einde van deze story. Ik denk dat het een heel lange video is geworden. Sorry voor dat. Maar goed, als je hem leuk vond, laat er even een like achter. En ben je nog niet subscribed voor aan mijn kanaal? Denk er even over na om aan mij te subscriben. Om te subscriben. Maar goed, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En ik zie jullie allemaal weer in een volgende video. Ciao.